We zijn in Amersfoort, in de nieuwe stad. De plek waar Twijnstra Gudde over anderhalf jaar zich zal gaan vestigen. Te midden van heel veel bedrijvigheid, midden in de wereld, zoals we het zelf noemen. En vandaag hebben we hier een bijeenkomst over het thema diversiteit. Voor mij is dit thema belangrijk, omdat ik merkte toen ik bij TG kwam werken, dat ik eigenlijk best wel sterke normen voelde van hoe je moest zijn als TG-adviseur. En dat ik denk dat we daardoor ten eerste heel veel potentieel talent missen. En ten tweede omdat ik denk voor de mensen die er zijn, dat het fijn is als je wat meer jezelf kan zijn. Dat je dan uiteindelijk niet alleen gelukkiger bent als persoon, maar ook gewoon een beter werknemer. Dus het is enerzijds talent te ontdekken van de mensen die wij in huis hebben. En daarnaast hebben we de overtuiging dat we ook moeten veranderen. Ik bedoel dat TG helemaal niet zo divers is als dat ze zeggen dat ze zijn. Het is maar een enkeling. Ja, en we gaan hier dus de hele dag over praten. En Mickey, kom eens even uitleggen waarom we dit in hemelsnaam gaan doen. Het is wel een heel ingewikkeld onderwerp. Zelf geloof ik heel erg in diversiteit. Dus was het actueel of niet, het onderwerp is volgens mij heel erg goed. Omdat daarmee we meer uit onszelf halen. Omdat het inzicht van de ander ons helpt in onze eigen ontwikkeling. Als we naar diversiteit kijken, dan gaat het wat mij betreft vooral om de mensen die er al zijn. Het gaat dus niet zozeer om de ander, maar om het bedrijf zelf en de bestaande routines, praktijken en denkbeelden binnen zo'n bedrijf. Iedereen is gelijk. He, dat vind ik echt. Maar misschien is niet alles wat ik doe daarmee in lijn. Door het daar gewoon ook met elkaar over te hebben, wordt mijn blinde vlek wel wat kleiner. Want die blinde vlek heb ik wel. Heel veel moslims irriteren zich aan dat elke keer met de Ramadan Nederlanders de vraag stellen, mag je ook geen water? Ik maakte er altijd grapjes over. Ik had wel het besef van, ja, Merja, misschien heb je er niet altijd zin in. Je bent waarschijnlijk wel de eerste Turk of de eerste moslima met wie je collega de gelegenheid heeft om daar een vraag over te stellen. Onbekend maakt onbemind en misschien kan ik een stukje van die onbekendheid weghalen. Ik denk dat het mooi is om een beetje te blijven onderzoeken waar taal en vorm en gedrag, ja, uitsluiting in de hand werken. En ja, met elkaar te onderzoeken van hoe staat dat eigenlijk en wat kunnen we daaraan doen. Ik denk dat het begint bij het aanboren van al die diverse talenten en die verschillen en die verscheidenheid die er ook al is. Want dat was wat ik ook tegenkwam vanmiddag, is dat er gewoon ook heel veel rijkdom is als het om de diversiteit van de mensen die aanwezig zijn. Dus daar begint het al mee. Laat niet de helft van je eigenheid bij de voordeur staan. Kom TG binnen, laat die diversiteit zien en durf op een andere manier te kijken. Nou ja, het is denk ik wel heel mooi dat we dit gesprek vandaag zo in de breedte voeren. Hè? Dat hebben we de afgelopen 10 jaar niet zo in de breedte gevoerd. Dus dit is voor mij supergoed. En niet het sluitstuk, maar het begin. Die hokjes moeten we wat meer openbreken. Mag ik eerst de wereld over? Word ik hier voor altijd blij? Zijn vaak, zei toen, dat is klaar, mijn jongen. Die kutten, maak je waar. Als je bij je zeggen, die je niet. Maak je war.